Wij zijn Henny en Piet Aaldijk. Wij komen uit Holland, in de neighborhood of Rotterdam. Om precies te zijn, uit Zevenbergen. Wij zijn 25 september hier aangekomen. En het is voor ons de eerste tijd dat we hier zijn. We zijn ongeveer 2000 kilometer vanaf ons woonplaats hier naartoe gereden. Daar hebben we 5 dagen over gedaan. En we wilden hier maar 1 of 4 blijven en daarna verhuizen naar Alcaceber, naar Playa Tropicana. Maar we hebben het zo verschrikkelijk naar ons zin hier, dat we hier nu blijven tot eind oktober. We hebben hier veel kennissen wonen in de Galanvallei en in Kalpen. Ja. En we hebben veel kennis hier opgedaan. Dus er zijn hier prachtige boulevards met veel woningen. Veel winkels en veel eetgelegenheden. En wat ons vooral interesseert is natuurlijk als Nederlanders de prijs. Het kost hier allemaal niet zo gek veel als in Nederland. Dus daarvoor blijven we hier. Het strand is geweldig. De zee is gewoon schoon, dus wij hebben het vreselijk naar ons zin eigenlijk in dit gedeelte van Spanje. Dus wij willen hier volgend jaar gaan we weer hier naartoe en we verwachten dat wij in maart en in april weer hier zijn. En daarnaast is Michel die ons nu interviewt. Die heeft onze mover gemaakt en dat heeft hij dus helemaal om moeten bouwen. De motor die was voor rechts bestemd, maar hij heeft hem omgebouwd naar links en dat heeft hij geweldig gedaan. Dus daar zijn we hem ook heel erg dankbaar voor. Dus als je een goede caravanmoteur nodig hebt, dan doen wij hem dus aanbevelen als Hollanders. Dus vandaar dat wij zeggen van olé Spanje. Wij zijn geweest in Playa de Aro zijn we geweest. We zijn in Barcelona geweest. We zijn in Girona geweest. Hier zijn we in Alfa. We zijn in Benidorm geweest. Ja. En, naar de markt. We moeten nog meer dingen, in de Galon hebben we wezen eten. In Galanvallei zijn we wezen eten 2 keer. Bij een Oostenrijks bedrijf, helemaal bovenin Galon. En daar hebben we Wiener Schnitzel gegeten. We hebben daar bij die andere hebben we lamsbout gegeten. Ook bij Oostenrijkse mensen. Dat was het zo'n beetje. Ja. Nou, wij hebben eigenlijk vanaf de grens naar hier toe via Tarragona. Daar hebben we dus overnacht onderweg. Perfecte camping. Daarnaast, de autoroute was tolvrij geworden vanaf 1 oktober. Of 1 september, dus we hebben ook geen tol hoeven te betalen. Nou, de A1, de A7, de AP7... is gewoon een hele goede weg om te bereiden. Dus geen problemen gehad onderweg en aan te raden. Service is geweldig onderweg. De mensen aan de benzinepomp behulpzaam als het nodig is. Wij zijn echte mensen die van Spanje houden.
de camping, we zitten nu op camping Cap Blanc. En wij vinden de camping groot. En ondanks dat die groot is, zijn de toiletten schoon. De douches zijn schoon. De camping wordt keurig schoongehouden. Alleen, het is een hele grote camping. Maar je hebt weinig contact met het personeel. Dus dat is het enige nadeel van deze camping, vind ik. Maar voor de rest, het wordt schoongehouden. Het is een schone camping. De plaatsen zijn redelijk. Er zijn kleine plekken en grote plekken. Dus het is de eerste camping waar wij toiletpapier mee moeten nemen. Ja. Dat hebben we nog niet meegemaakt op andere campings. Ja, precies. Toch? Ja. Maar daar wen je ook aan, hoor. Toch? Ja, waar. Ja. Ja. Nou, het advies of om te blijven, om het naar je zin te hebben, is leven dingen doen die je fijn vindt. En geniet van het leven. Maak er zoveel van als dat je denkt dat je ervan moet maken. He, dus, en gezond blijven. En gezond blijven. Dat is natuurlijk het belangrijkste, rijkste wat er is. En genieten van het leven. Ja. Wij hebben het niet zo lang meer. Dus ja, wij moeten gewoon zorgen dat we de laatste jaren van ons leven het naar ons zin hebben. En dat proberen we ook te doen. Ja. Vandaar dat we dus 2 tot 4 maanden per jaar met vakantie gaan. En voor de rest zitten we in het koude Holland. Als we, noem je dat, we zouden hier wel een appartement willen aankopen. Dat we hier een aantal maanden per jaar zouden gaan wonen. Maar niet voor definitief. Alleen voor de wintermaanden zouden we hier wonen. Want vanaf juli, augustus is het hier zo verschrikkelijk warm. En daar zijn wij niet op ingesteld. Dus wij zouden hier van oktober of september tot en met maart zouden we hier wel willen wonen. Als dat nodig zou zijn. We zijn voor het eerst in Spanje aangekomen in 1979. We zijn begonnen in 1978. Daar zijn we begonnen in Playa de Haro. En daarna, het jaar daarop, zijn we naar Alcoceber gegaan. Met de kinderen nog? Met de kinderen. Ja. En die waren toen, hoe oud waren ze toen? 79, 9 en 7 jaar, onze zoons. En daarna zijn we tot 1988 in Alcoceber gebleven. Toen wilden de kinderen niet meer mee en toen zijn we dus hier niet meer naartoe gegaan en zijn we meer naar Frankrijk gegaan. Maar we wilden vorig jaar al hier naartoe komen, maar omdat de coronatijd was, hebben we daar dus zijn we niet gekomen en hebben we dat uitgesteld tot dit jaar. En de temperatuur is heel fijn nu. In het begin van het jaar was het, begin van de maand, was het heet. Begin september was het erg heet hier zo. En dat is nu een betere temperatuur voor ons. Perfect. We kunnen 's nachts veel beter slapen. De airco die hoeft nou niet aan in de caravan. En we hebben vanmiddag naar Max zitten kijken. En Max Verstappen is tweede geworden in de Formule 1. En daar zijn we natuurlijk ook vreselijk blij om. En de ontvangst is ook goed, hè, van de televisie. Ja, het is logisch. Nou. Wat nog meer? Ja, ik zou. We wonen hier, wij zijn hier, we hebben het hier verschrikkelijk naar ons zin voor de rest. We hopen nog op lang mooi weer. En eind van de maand gaan we naar huis. We zijn 5 november thuis. We moeten wel. We zijn 5 november thuis, want we hebben thuis ook nog druk. We hebben nog een zaak, moeten we nog een beetje bijhouden. Dus vandaar dat we naar huis moeten, anders zouden we misschien nog wel een maand langer gebleven zijn. Ja, naar de kinderen, kleinkinderen. Dus ze willen toch weer naar huis. We hebben ook, noem je dat, 4 kleinkinderen. 3 kleinzoons en een kleindochter hebben we. Ja. En daar hebben we ook wel weer een beetje heimwee naar. Dus vandaar dat we toch naar huis gaan en Spanje weer gaan verlaten.
Dat is het zo'n beetje. Maar we komen volgend jaar terug. Maar next year, weer kom ik back to Spain. Het coronavirus in Nederland is redelijk onder controle. Er zijn een hele hoop dingen afgeschaft. Het is eigenlijk weer een normale maatschappij. De voetbalwedstrijden in Nederland kunnen weer helemaal bezocht worden. De nachtclubs zijn weer open. De kroegen die zijn open. Dus in Nederland begint het weer normaal te worden. Alleen zeggen ze, handen wassen, mondkapje op, niezen in je elleboog. Dat zijn dan de eisen die ze dus adviseren. Maar voor de rest is op dit moment het coronavirus redelijk onder controle. En op dit moment wordt er meer weer een griepepidemie verwacht. Dus dat is nou weer de angst. Het griepepidemie en het coronavirus. Ja, dat zijn op dit moment de dingen waar de mensen dus ja, veel problemen mee hebben. Maar in Nederland is het op dit moment onder controle. Ja. 85% van de Nederlanders die zijn gevaccineerd. En de andere 15% die willen dat niet. Maar zonder corona, hoe heet dat ding? Corona. QR-code. QR-code. Ja. Kom je nergens meer binnen. Dus iedereen die zal toch meer naar de vaccinatie toe moeten. Dus wij verwachten dat het redelijk voor elkaar komt in Nederland. Nou, wij willen iedereen die het ons hier zo verschrikkelijk gezellig gemaakt heeft, hartelijk danken. Vooral Beb en Willem, die hebben ons zo fantastisch opgevangen. Nog even een tip. Beb is een Hollandse kapster. En die woont in Alfa del Pi. En als jullie ze nodig hebben, dan kun je altijd op het adres opvragen. Dan zal ik daarvoor zorgen dat jullie dat krijgen. Maar Beb en Willem, zij is een geweldige kapster. Ze is onderwijzer geweest in het kappersvak. En aan te raden. En vooral wil ik Michel bedanken voor wat hij voor ons gedaan heeft om de caravan weer 100% te krijgen. Want daar zijn we hem erg dankbaar voor. En de groeten aan iedereen. Die ik vergeten ben.